Oh nee. Hey, hoe gaat het maar in? Hoe gaat het? Ik ben kapot. Ja, hè? Goed. Is het moeilijker dan gisteren? Ja, het is nu veel meer wilskracht. Ik moet door. En dan zie je het uitzicht ook niet. Nee. Dus je klimt wel, maar je ziet niks. Nee. Dus dan doe je het eigenlijk gewoon. Gaat-ie? Nee. Het is zo raar om jou nu niet te kunnen zien. Maar ik voel wel dat je er eventjes echt even doorheen bent. Wil je wel rustig gaan? Zullen we even pauze maken? Ademen. Marlene. Ja. Dat lijkt me voor jou ook lastig, want je wil er zien, want ja. Jij kan zien. Ja, en ik ben heel visueel ingesteld. Ja, als ik nu met jou zo ga praten, is het toch anders. Het voelt heel maf, maar tegelijkertijd hoor je ook wel weer veel meer, gek genoeg. Want je luistert natuurlijk veel beter. Dus je neemt ook echt op een andere manier waar. Maar ja, dat neemt niet weg dat je er ook ongelooflijk claustrofobisch van wordt. En vooral als het ook fysiek zwaar wordt. Ja, dan wordt je adem onregelmatig en dan loop je met zo'n bril op. Dat is gewoon heel erg surrealistisch. En daar heb ik dan weer heel veel respect voor. Het is heel ver. Nou, dat was namelijk wat ik zo in eerste instantie zo heftig vond aan dit idee. Ik weet dat toen ik ervoor gevraagd werd, ik oprecht dacht dat het een grap was. En heel hard moest lachen van ja, maar vertel, waar bel je nou eigenlijk echt voor? En toen bleek het gewoon wel waar te zijn. Maar ik was heel erg bang dat als wij, Dennis en ik, want we hebben het natuurlijk echt samen gedaan, want het was geweldig dat wij dit samen konden beleven, want Dennis en ik zaten uiteraard in hetzelfde schuitje. Dat het respectloos zou zijn naar de mensen die echt geen zicht hadden. Maar wat ik eigenlijk zo gaaf vond om te merken aan jullie is dat, en daarom hebben wij er ook alles aan gedaan om de bril zo lang mogelijk op te houden, is dat het juist heel erg gerespecteerd werd en gewaardeerd werd van, we worden serieus genomen. Dus die bril die werd niet iets geks of illusie wekken dat ik zou weten nu hoe het is om blind te zijn. Maar dat weet ik niet. Hmm. Want ik heb uiteindelijk weer zicht en zij niet. Dus, maar het was dus wel echt een meerwaarde in het programma, in de tocht.